Hey, dan stond er een mooi stuk in de kwaliteitskrant over het congres van de VVD. Ja, dat heb ik net zitten lezen. Ja, nou ja, laat je licht er zo verschijnen. Nou ja, dat in de VVD toch een enigszins moeizame stemming heerst. Waarbij eigenlijk, als ik het goed begrijp, grote delen van de VVD, ik weet niet hoe groot, want dat wordt verder niet in cijfers gespecificeerd, maar grote delen van de VVD toch enorme moeite hebben met wat er tenslotte gebeurd is en waarbij ze betrokken zijn geraakt in dit zogenaamde extra parlementaire kabinet. De titel is Weinig blijdschap, ja. Veel bange stilte in de VVD. Bange stilte, dat is wel het woord natuurlijk. Dat is wel van de koppenmaker, maar goed, dat is wel ook wel een beetje wat het artikel decemt, zal ik maar zeggen. Ja, dat is heel begrijpelijk natuurlijk, omdat iedereen die niet tot de ultra-rechtervleugel van behoort van de VVD, dat zijn bovendien, we hebben het er wel eens eerder over gehad, van de VVD had al 15% van de kiezers van de PVV, dat waren VVD'ers. Dus de VVD heeft een hele rechtervleugel, wat eigenlijk, laat je daar gaan zeggen, maar net de PVV'ers zijn. Ik weet niet precies hoe je dat op een beschaafde wijze moet zeggen. En die zullen het allemaal prima vinden, deze samenwerking. Die hebben natuurlijk ook expres PVV gestemd om te vermijden dat de VVD weer eventueel in een soort centrumrechts kabinet zou stappen. Het type Henk Kamp eigenlijk. Nou, die is wel zeer conservatief. Ja. Die zal de VVD nooit verlaten, maar dat is wel iemand die tegen de PVV aanschuurt. Zeker, zeker. Dus ja, wie ook maar enigszins wie een liberale fiber in zijn lijf heeft, die is er natuurlijk hoogst ongelukkig over. Van den Burg is een mooi voorbeeld daarvan. Ja, nou ja, neem zo iemand zo'n blije geest als Van den Burg. Maar die huilt nu al jaren over zijn eigen partij. Zou misschien meneer Van den Burg wel verstandig zijn om gewoon bij D66 over te stappen. Want u begrijpt wel dat dit geen feest wordt wat ons tegemoet komt. Deze zaterdag heeft de VVD-congres op het programma staan de Europese verkiezingen, maar ook de pijn en het ongemak over het coalitieakkoord zullen gevoeld worden, al dan niet in stilte. Ja, maar ja, tegelijkertijd is wat ook de toon van het stuk is, dat velen zeggen, ja, we zijn er hoogst ongelukkig mee, maar we zien geen alternatief. Want we willen ook per se niet over links. Nou ja, dan houdt het op. Ja, want ze waren eigenlijk banger voor verlies als ze over links zouden zijn gegaan dan in deze situatie waarin ze nu in zitten. Ze waren eigenlijk in allerlei omdat zij natuurlijk ook wel weten dat hen ook nog het gevaar boven het hoofd hangt, dat ze hun hele rechtervleugel kwijtraken aan een eventueel succesvolle PVV. Ja, en dan kun je dus zeggen dat ze in het hoofdlijnenakkoord wel een aantal punten hebben binnengehaald waarmee ze tegen die groep kunnen zeggen, jongens, kijk eens eventjes, dit hebben we voor jullie gedaan. Nee, niet van onder de indruk. Nou, maar goed. De klimaatparagraaf en dat soort dingen. Nee, maar ook al die rijke types die gaan veel minder belasting betalen. Dus die vinden dat natuurlijk top. En er komt een strenge asiel. Veel minder belasting betalen. Ook in de krant werd nog eens aangepunt dat natuurlijk de werkelijke budgettaire verschuivingen minimaal zijn. Natuurlijk, het is hier en daar wordt een andere nadruk gelegd. We moeten afwachten wat het migratieakkoord voor praktische uitwerkingen heeft, volgens mij. Leidt dat tot chaos, maar dat is natuurlijk wat de PVV graag ziet. Hoe groter de chaos bij de migratie, niet waar, hoe meer ze kunnen zeggen, zie je wel, crisis. Dat is wat Timmermans ook zei in het debat. Ja, dat je organiseert een crisis. Je organiseert zelf de crisis, dan zeg je, crisis, ja. Dat moet, maar dat heeft de VVD de afgelopen jaren ook gedaan in Ja, zeker, daar ben ik helemaal met je eens. De VVD heeft in zekere zin dit immense onheil over zichzelf afgeroepen. Niet waar, ze hebben natuurlijk in Ter Apel voortdurend een etterende sfeer laten bestaan. En op een gegeven moment gedacht, weet je wat we gaan doen? We blazen het kabinet op en we gaan over rechts en we kijken of we onze positie verder kunnen versterken. En bovendien zijn we van dat godvergeten D66 af. En ja, en vervolgens hebben ze een reeks van kapitale rekenfouten gemaakt. En nu zijn de derde partij in het land geworden. Terwijl ze de dominante eerste partij waren. Ja, en vergeet dat niet, vergeet dat niet. Al deze ellende is door de VVD zelf veroorzaakt. Precies. Maar dit staat dus ook in dit stuk, want Jeroen Diepemaat komt aan het woord, wethouder voor de VVD in Enschede. En die zegt, ja, eigenlijk geldt die stilte voor alle partijgenoten die tegen de coalitie zijn. Ja, ja. Dus eigenlijk, ze durven zich niet uit te spreken en willen zich ook niet uitspreken, want dan gaan ze dus tegen
de afspraken in die de partijtop gemaakt heeft in Den Haag. En misschien zijn ze, ze zijn in een heel ongelukkig dilemma terechtgekomen. Wat ze zelf kennelijk helemaal niet voorzien hebben. Of althans, wat de beslissingnemers niet voorzien hebben. En dat zijn natuurlijk die kapitale blunders van Brekelmans en Jezelgus. En toen konden ze moeilijk anders, omdat ze ook tegelijkertijd banger zijn, wat ik al zei, om over links te gaan dan over rechts te gaan. Met als gevolg dat ze nu een grote, pijnlijke bubbel in hun maag hebben van wat moeten we hier precies mee? Ongewoon voor de VVD, wordt gezegd. Al lange tijd is in Den Haag zichtbaar dat de samenwerking met de PVV drukt op de VVD. Mag ik toch nog eens onderstrepen? Eigen schuld, dikke bult. Eigen schuld. Een ongekend reeks van stopzinnige fouten. Een volledige overbodige kabinetscrisis gebaseerd op een leugen. Namelijk de zogenaamde nareizigers. En vervolgens Brekelmans en Jezelgus die dachten dat ze... dat ze best Geert even uit zijn wilde dierenverblijf konden laten ontsnappen. Er wordt ook wat meer inzicht gegeven in dit stuk over de avond dat coalitieakkoord, of dat hoofdlijnakkoord werd gelezen. De sfeer bij de VVD was ernstig, zeggen mensen die erbij waren. En ook het groepje Kamerleden dat het hoog tijd vindt voor een rechtskabinet, trok zich het verdriet aan van Erik van den Burg en Christiane van der Wal. Ja, dat is ook al volstrekt absurd. De hele fractie van de VVD in de Eerste Kamer heeft voor die spreidingswet gestemd. En vervolgens blaas je de spreidingswet weer op. Heb je een soort oplossing, al is het misschien een tijdelijke oplossing. En dan doe je dit. Het is ook onverantwoordelijk. Het is in allerlei op. Het geblunder van de VVD is verbijsterend. Anders kan ik het niet noemen. En ze zullen misschien nog wel eens terugdenken aan de tijd van Mark Rutte, want die koers die hij... Ja, dat zullen ze zeker. Heb ik niet al eens eerder gezegd van hoe lang zou het duren voordat we Rutte gaan missen? Nou, dat was heel erg gauw. Hè? Zij dat Rutte zelf heeft meegewerkt door die kabinetscrisis natuurlijk te regelen, om het maar even zo te zeggen. Ja, want er is nu een interessant nieuw boek van Ron Vreese. Misschien moeten we dat ook eens eventjes iets nader bespreken. Maar volgens mij stond daarin dat Rutte al veel eerder weg wilde gaan. En dat Hennis Plasgaard de beoogde opvolger was. Maar die kwam toen in de problemen. Daar kwam een crisisje tussendoor. Ja, door bij Defensie. Dat waren die verouderde mortiergranaten, als ik het wel heb. Waardoor twee mensen zwaar gewond of zelfs om het leven zijn gekomen. Waardoor Plasgaard dus niet doorging. Die is nu in de Libanon de opvolger van wat Kaag ooit was daar. En toen was er natuurlijk een zogenaamde opvolger. Kom op, onze... In de Eerste Kamer, die dame van DSM. Nee. De man die... Uit Breda? Ja, hoe heet hij ook alweer? Het is ook echt dat we dat nu niet weten. Hij heeft samen een podcast ook met die man van... Ja, ik heb wel eens met hem gediscussieerd. Het is op zichzelf een hele intelligente man. Hij is cumlaude gepromoveerd op een Engelstalig proefschrift over een of andere volkerrechtelijke kwestie. Ja, Gert-Jan Zegers en hoe heet die man nu met die podcast? Precies. Hij doet nu een podcast samen met Gert-Jan Zegers. Wat erg dat we dat niet weten. Wat pijnlijk dat we weten al wie het is. Onze Brabantse vriend, Prins Carnaval. Ja, nou ja. Precies. Ik kom niet op zijn naam. Ja, gek is dat, hè? Nee, ik ook niet. We komen er straks op, maar het is toch wel erg. Ja, iedereen weet ook die nu luistert wie we bedoelen. Ja, maar... die thuis zitten ze erop. Ja, dat is toch. die had er geen zin in. Heel begrijpelijk, Koos, dat hij er geen zin in had. Want dan had hij nog 4 jaar in de Kamer de fractie moeten leiden. Hij wilde voor zijn gezin geen puf in had. Nee, hij wilde voor zijn gezin zorgen en niet die dat is altijd het excuus, maar had gewoon geen zin in die functie. Ja. Jee, hoe komen we daar nu op? Nee, ik ga het gewoon even opzoeken, want het is nu wel heel erg dat we niet... hoe zou dat nou werken, de hersenen, dat je daar nou niet op komt? Op die naam? Ja, dat vind ik toch gek. Ik heb nog het excuus van de ouderdom. De slijtage in het geheugensysteem. Maar jij zit met een leeftijd waarbij je dat nog niet als argument kunt aanvoeren. Nee, nou ja, vroege dementie misschien, dat zou ook nog kunnen. Dat lijkt me niet waarschijnlijk. Eens eventjes kijken. Hij is ook fractievoorzitter geweest, dus daar moet ik het wel zeker, op kunnen vinden. Staatssecretaris, heel even minister. Allemaal prima gedaan. Het is iemand die wat kan. Ook wel eens hele rare plannetjes gelanceerd. Dat moet er wel bij gezegd worden. Ik las ook het stuk van Joep van het Hek, die hier ook bang voor was. Hè? Dat hij dus net als zijn moeder niet meer op namen kwam en op...
Nou ja, Klaas Dijkhoff, ja. Dat is hem natuurlijk. Ja. Wat stom. Ja. Maar goed. Ja, bij Joep van het Hek, die stopte een voorstelling omdat hij in zijn tekst vergeten was. Ja, maar ik heb begrepen dat hij dus nu definitief de laatste heeft gedaan. Tenminste, dat had de NOS met een berichtje. Ja, maar dat is natuurlijk ook vrij vervelend als je een leven lang hebt opgetreden en je tekst liep goed in. En dan komt het moment dat je absoluut niet weet hoe je verder moet. Dat is toch typisch? Ja, ja, ja. Ja, daarvan heb jij al gezegd van, ja, ik heb geen script, dus dat scheelt. Godzijdank heb ik nooit een programma, nee. Dus ik kan altijd wel iets verzinnen waarmee je door kunt. Maar wat ik ook nog wel opvallend vond in dat stukje wat op de NOS-site stond, want er was een soort van terugblik op zijn carrière. Op een gegeven moment zei iemand daar, volgens mij zijn dochter, of hij had het zelf bedacht dat zijn dochter het had gezegd, dat de humor in Nederland verandert en dat zijn humor dan niet meer bij past. Dat nu meer de woke-types de leiding hebben, dat zijn toch wat rechtsere humor. Is dat zo? Ik heb geen idee. Nou, dat stond daarin. Van... Mijn theorie is dat humor heel sterk sociaal-cultureel gebonden is. En dat wat in het ene... Nou ja, denk aan zo'n programma als VI. Die vinden zichzelf enorm humorvol, toch? Ja. Gijp wordt beschouwd als een briljante humorist. Terwijl, ja, ik moet je zeggen, dat zie ik er niet in, laat ik het zo zeggen. Nee. En heel veel andere Nederlanders ook niet. Maar er zijn ook miljoenen Nederlanders die dat wel vinden. Dus het is de humor van Geer en Goor. Ja, dat was al een enorm succes op de Nederlandse televisie. Zo kunnen we nog wat meer voorbeelden verzinnen. En dat is natuurlijk ook humor die andere mensen daarmee niet zo... Maar Kopspijkers was toch ook humor? En dat was toch ook een groot succes? Ja. Met het cabaret en met Spijkerman. Zeker. Maar ja, dat dreef deels op dat nadoen, hè. Ja. Waar ik zelf niet zo'n geweldige voorstander maar op ben. Maar goed, daar zat ook wel heel veel humor in. Er was toch geen rechtsprogramma? Dat was toch nee, wel... zeker niet. Zeker niet. Ja, hij is er toen mee gestopt. Spijkerman. Omdat hij toen zijn contract verbroken heeft. En van weet ik hoeveel miljoenen naar de commerciële is vertrokken. Waar hij geruisloos verdwenen is. Hè? Goed voorbeeld van wat ik altijd gezegd heb. Stap niet voor de centen over naar de commerciële. Want het loopt slecht af. Met John want je de Bolle. Hebt... In essentie een ander soort van publiek. Ja. Dat is de kwestie. Nog even terug naar het coalitieakkoord. Het wordt door VVD'ers defensief genoemd. We stoppen niet met de klimaatplannen. We gaan niet minder uitgeven aan defensie. En we letten op de centjes. De VVD'ers vinden het zorgelijk. We zien onze partij veranderen van een liberale partij in een machtspartij aan de rechterkant die zich druk maakt over peilingen en veel minder over principes. Ja, dat daarmee eens? Was natuurlijk al enige tijd het geval. Lijkt mij. Ik nogmaals, het is mij, ik hoop dat dat ooit keurig beschreven wordt door iemand. Wat heeft de VVD ertoe aangezet, ertoe gebracht om deze wonderlijke zelfmoord te plegen? Dat ben ik nog steeds heel benieuwd naar. Wie zaten daarachter? Wie hebben dat goedgekeurd? Hebben Brekelmans en Jesselkes gewoon op eigen houtje iets ondernomen? Ik heb geen flauw idee, maar het is... Het is van een zo verbijsterende stomzinnigheid. Ja, dat je denkt, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou zo? Ze hebben voltrokken. Is er dan niet iemand die de telefoon heeft opgepikt en zegt, jongens, laten we godsnaam ophouden met deze onzin. Ja, maar je mist toch ook wel een echte partijleider. Hè? Zoals Johan Remkes, als die weer eens een keer ergens verschijnt, dan denk je, ja, zo'n type heeft die partij nu nodig. En je ja, want Remkes hoefde maar te suggereren dat Plasterk beter op kon donderen. En het was meteen gebeurd eigenlijk. Ja. Dat was wel heel opmerkelijk natuurlijk. Toen trok hij zijn conclusies. Van ik ben ja, niet meer beschikbaar. Ja, maar gek genoeg had, begreep ik uit de krant ook weer, dat had Wilders gewoon Plasterk nog had voorgedragen. Terwijl hij moest weten dat Plasterk ook een integriteitskwestie met zich meesleepte. Ja, en er werd natuurlijk wel door journalisten... Of dat nu waar is of niet, dat moet het hele onderzoek natuurlijk nog uitwijzen. Ja. Maar goed, daar zie je wel weer ook de werking van de journalistiek. Hè? Die dus wel gaat kijken van oké, okay, hey, wat is hier aan de hand? We gaan eens even die Plasterk onderzoeken. Ja, het is natuurlijk een heel nuttig wat de NRC die kwestie heeft aangehoord. Ja, ja. In het Kamerdebat over het coalitieakkoord roffelden PVV'ers en BBB'ers steeds weer op hun bankjes voor Geert en Caroline. De VVD'ers lieten maar enkele keren van zich horen. Ze maakten een gelaten indruk, schrijft NRC. Een gelaten indruk, ja. Zij verkeren in triestigheid, kennelijk. Ook in de Kamer is denk ik, bij diverse Kamerleden zullen er ook niet gelukkig. Wie is daar gelukkig? Wie in de VVD is gelukkig met deze ontwikkeling? Dan moet je wel een hele, hele, hele
rechtse VVD'er zijn, wil je gelukkig zijn met deze ontwikkeling. Maar er is geen alternatief. Dat zegt ook die Bas Eenhoorn in dit stuk, die je partijvoorzitter was. Tuurlijk is er een alternatief. Sterker nog, zij denken dat het alternatief... Zij reageren uiteindelijk als puntje bij paaltje komt, niet principieel. Ja. Wat zou principieel reageren zijn in dit geval? Niet dat met je Geert. Niet met de PVV samenwerkt. Oké, okay. Dus wij uit. Doen niet mee. Ja, that's it. En waarom hebben ze dat niet gedaan, denk je? Ja, omdat ze denken dat op dat moment dat ze dat besloten, omdat ze dachten dat ze door over links te gaan of te weigeren met de PVV samen te werken, veel meer schade zouden oprichten dan leiden dan ze nu leiden. Al is nog maar de vraag of ze uit deze beklemmende positie, die hen ook kennelijk ook zelf somber stemt, hoe ze daaruit moeten ontsnappen. Dat zal ook een hoop tactisch inzicht vragen. Als ze zo door blijven blunderen, dan zijn ze in no time en raken ze in de positie natuurlijk van een CDA-achtige, ruïneuze toestand. Die Eenhoorn zegt, ik vind niet dat onze partij naar rechts schuift door in de coalitie te stappen met de PVV. Dat is een sympathieke optimist. Ik vind dat Dylan Jezilgus het mooi heeft gezegd. Onze identiteit wordt niet gedefinieerd door de partij of mensen met wie wij samenwerken. Als er iemand is opgeschoven, zegt Eenhoorn, dan is het Wilders wel in zijn toon. Dat is volkomen juist. Heb je dat ook gezien? Nou ja, ik vind Wilders heeft zijn hele programma overboord gezet. Ik bedoel, 80% van zijn opvatting is verdwenen. Omdat hij de macht rook. Hmm. Wat ik overigens vervelend vond, was dat er al... Nou ja, je ziet dat Wilders is nu aan de macht gekomen. Iedereen moest ook zeggen dat hij was nu de chef van de apenrots. En ik weet allemaal niet wat hij niet was. En hij deed het geweldig in de kamer. Jongen. Wie zei dat? Heavy lifting. Nou, sowieso was dat toch een beetje de sfeer. Dat begreep ik ook uit de tv-kritiek. Dat je denkt, kennelijk legitimeert de macht al meteen wat in feite niet te legitimeren valt. Namelijk dat we met Wilders als chef van de apenrots zijn komen te zitten. Dat is wel interessant wat je daar zegt. Dus je zegt, omdat hij nu degene is die de lakens uitdeelt. Legitimeert. En wordt er dus minder kritisch naar hem gekeken? Ja, dat is wel mijn indruk. Oké. Ik begrijp er ook helemaal niet waarom de vlag uit moest voor wat hij dan in de Kamer zogenaamd gepresteerd heeft. Ja. Maar je ziet dat het commentaar al heel snel weinig principieel is. Van die Wilders, je doet het goed. Feit is dat hij natuurlijk heel adequaat gereageerd heeft. Maar pas nadat de VVD de deur van de kooi had opengezet. Ja, toen is de tijger eruit gekomen. En die heeft meteen natuurlijk ook zijn bewaker opgegeten. Dat is wat tijgers altijd doen. Dus wat is jouw advies? Kijk iedere keer naar wat Wilders in het verleden heeft gezegd. En wat dus de identiteit eigenlijk... Mijn advies, ja, niet dat iemand zich daarin interesseert, neem ik aan. Maar mijn advies is, zorg dat je zo snel mogelijk met minimale schade afkomt van de samenwerking met de PVV. Ik bedoel, de mevrouw van de BB zie ik als een in principe ongevaarlijke kabouter die je natuurlijk... uiteindelijk politiek totaal oninteressant blijkt te zijn. Dan is het natuurlijk in de Eerste Kamer heeft een aanzienlijke positie. Ja. Ja. Oké, dus kom van die samenwerking met Wilders af. Dat is eigenlijk jouw advies. Maar dat zit er voorlopig nog niet in. Want ze gaan nu eerst op zoek naar... Absoluut niet. Nee. Ik verwijs maar naar Polen. Ja. Eerst moet je op de blaren zitten. En dan als je dan tenslotte achterkomt dat dat maar niet zo verstandig geweest is. Dan zul je een eenheid moeten tonen in de oppositie tegen het populisme. Ja. Ja. Voor het eerst sinds lange tijd is de VVD niet meer de meest rechtse partij in de coalitie. Dat betekent, zegt Kruithof, dat de partij minder naar rechts hoeft te sleuren. De meerderheid van het congres zal hier blij mee zijn, verwacht hij. Want het kader is de laatste jaren sterk verrechts. Maar de VVD loopt in deze coalitie grote risico's. Veel is nog onduidelijk over de onderlinge afspraken. Hoe zal een nieuw kabinet zich verhouden tot de Kamerfracties? En er is nog niet eens een premierskandidaat. Ja, dat is ook langzamerhand een beetje een tragicomisch verhaal aan het woord. He. Dat we geen minister-president hebben. Ze hadden met elkaar gesproken over de keuze, een mogelijke keuze. Maar ja, daar mogen ze niks over zeggen, want ik begreep dat ook de formateur van Zwol, die hier wil absoluut de totale stilte.
was nog wel de vraag of er op Twitter ook totale stilte zou gelden. Maar goed, mijn indruk is het dat ze voorlopig niet precies weten wie het zou moeten worden. Dan hadden we het wel gehoord, denk ik. Dan lekt er altijd wel wat. Ja. Bovendien is het, hoe meer je erover nadenkt, hoe minder aan. Dit is een afschuwelijke positie. Een weinig benijdenswaardige positie, want je wordt dus min of meer uit de anonimiteit gerukt, neem ik aan. En dan word je minister-president van een kabinet waar je wat moet regeren op basis van een akkoord waar je zelf nooit iets mee te maken hebt gehad. En dan zitten de vier fractieleiders die verantwoordelijk zijn voor dat akkoord. Die zitten in de Kamer tegenover je. Niet waar? En dan heb je nog die praatjesmaker van een Wilders, die nu alom bewonderd wordt door het commentariaat. Hoe moet je dat zeggen? Door de mensen die politiek commentaar hebben. Denk aan de Telegraaf. Wat dan? Ben je dan het schoothondje van Wilders? Of slaag je erin om ten opzichte van Wilders toch een soort van zelfstandige positie te bevechten? Hoe reageert je kabinet daarop als dat vol zit met Fleur Agema, Mona Keizer en allerlei andere lieden? Nee, ik ben al enorm benieuwd wie dat gaat worden. Kijk, of het is een mannetjesputter of het is een lakei. En als het een lakei is, ja, dan weet ik ook niet hoe dat gaat aflopen. Ja, dat was Plasek, was natuurlijk een lakei van Wilders. Ja, zo is het. Al wordt er wel gezegd van Plasek is degene die hier aan de touwtjes trekt in dit kabinet. Want Plasek wilde uiteindelijk, Omtzigt wilde Plasek niet. Dus dat is degene die... Ja, Omtzigt is namelijk de enige die niet gekoppeld is aan een... Kijk, de VVD is de grote foutenmaker natuurlijk. Is de ware, diepere oorzaak van de ellende die over ons gekomen is, politiek. Want zo zie ik het. Dat zal heel veel mensen in Nederland, begreep ik, waren best tevreden met het akkoord. Ja, god, dat zijn denkers. Allee, laat ik het maar even kwetsend formuleren. Dat moet ook, denk ik, toch is onvermijdelijk haast. Dus ja, Omtzigt is de enige die niet in essentie een hardrechtse politicus is, maar die naar mijn idee, daar hebben we het vaak genoeg over gehad, is een conservatieve politicus, maar niet een hard conservatieve politicus. Mm. Mevrouw van de BBB weet niet waar ze het over heeft, dus die kunnen we vermoedelijk uitschakelen. Die doet gewoon met Geert mee. En de VVD, ja, maar ik heb het allemaal voorgelezen, likt zijn wonden, voelt zich ongelukkig. Heeft het gevoel van dat ze iets gegeten hebben wat niet goed gevallen is, kortom. En ja, weet namelijk, denk ik zelf toch ook wel, dat zij de hoofdoorzaak van al deze ellende zijn. Zie je met nou, een stomme kop. Is het nou vergelijkbaar met wat het CDA eerder heeft gedaan, wat er hier in deze partij gebeurt? Nou, enigszins wel, ja. Want die zijn na Balkenende ook ingestort. Ja, dat was eigenlijk al bij de laatste verkiezingen, zijn die al ingestort toen. Ik denk even natuurlijk aan een kapitale blunder. Die hebben natuurlijk ook zo'n verkiezing van de lijsttrekker gehad. Maar goed, Balkenende had al een enorme kapitale nederlaag gehad. Misschien was toen herstel mogelijk geweest als ze niet zo stom hadden gemanoeuvreerd met Wopke Hoekstra. Oh ja. Ja, dat was natuurlijk... Ik begreep, maar ik heb ook maar in de krant allemaal gelezen natuurlijk, dat tegen Omtzigt was gezegd als de jongen besluit om het uiteindelijk niet te doen, het partijleiderschap, dan ben jij de man die het moet worden. En vervolgens, dat gebeurde, de jongen trekt zich terug, had het te druk, die COVID-gedoe geloof ik. En toen hebben ze, zonder dat ze Omtzigt erin gekend hebben ze Wopke benoemd. Ik zou zeggen, dat ze hadden nog beter mij kunnen benoemen als leider van het CDA, dat had minder schade veroorzaakt dan Wopke. Zou ik zeggen. Al heeft het Wopke zijn carrière in hoge mate bevorderd natuurlijk. Maar goed. Nou, dat komt gewoon omdat het een handige type is die dan denkt van hé, ik wil dit en die dwingt dat dan bij af. Die daarop volgende verkiezingen kreeg Omtzigt, die volgens mij nummer 2 stond, een onwaarschijnlijk aantal stemmen. Dus ja, je ziet dat waaruit natuurlijk bleek dat eigenlijk de kiezers veel meer vertrouwen hadden natuurlijk in Omtzigt dan in de nummer 1 op de lijst. Ja. Wat is ik denk wel dat de CDA echt een hele kapitale fout heeft gemaakt. Dat was natuurlijk omdat Omtzigt altijd een lastpak was geweest in het. Ze hebben hem al eens eerder geloofd te proberen om hem op een onverkiesbare plaats te zetten en zo. Maar dan vocht hij zichzelf altijd weer terug. Wat is jouw indruk nu van Omtzigt? Vind je hem dat hij een sterke indruk maakt als partijleider?
Omtzigt heeft het niet in zich om een sterke indruk te maken. Omtzigt heeft het in zich om altijd toch een aarzelende indruk te maken. En dan komt omdat het een aarzelaar is. Ja, maar dat kan ook een voordeel zijn. Zo van, hé, je denkt er goed over na. Omtzigt ook bij zichzelf denkt, dit was onvermijdelijk. Dat denk, want hij heeft ook meteen na de verkiezingsuitslag gezegd, terwijl hij in de campagne nog had gezegd, ik wil niks met de PVV te maken hebben, heeft hij meteen na de verkiezingsuitslag gezegd, ja, we gaan over rechts. Dat is ook een keuze. Hij had ook kunnen zeggen, sorry, maar ik wil er niks mee te maken hebben, klaar uit, ik heb het gezegd en ik hou me eraan. Nee, zo is het dus niet gegaan. Dat wil niet zeggen dat hij in het proces wat vervolgens volgde, heeft hij zich steeds hoogst ongelukkig gevoeld. Vandaar dat hij een keer weggelopen is en allerlei aarzelingen had enzovoort enzovoort. Ik denk als hij s'nachts wakker wordt, dat hij denkt van ja, ik ben er niet blij mee. Een beetje hetzelfde gevoel heeft als die VVD'ers waar je het net over gehad hebt. Ja, het ligt zwaar. Maar hij krijgt wel veel voor elkaar nu, hè? Als je toch ziet dat het constitutionele hof komt. Iedereen begrijpt dat zonder hem kan het niet. Ja, maar heeft toch, als je kijkt naar de punten uit zijn partijprogramma, wat nu in ieder geval in het akkoord staat, moet nog maar even zien of het ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt, heeft hij wel veel voor elkaar gekregen. Ja, maar we ook de kieswet veranderen en zo. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die, dat zijn lange termijn projecten, daar zal het voorlopig niet van komen, denk ik. En dat hij akkoord gaat met het welbewust creëren van een migratiecrisis, dat valt me ook tegen, moet ik zeggen. Dat vind ik niet verstandig van hem. Maar goed, ik denk dat hij nog steeds, wat ik al zeg, hij wordt 's nachts wakker en dan denkt hij, ja, ik weet ook niet hoe het anders had gemoeten, maar gelukkig ben ik er niet mee. Ja. Ik weet zeker dat hij er niet gelukkig mee is. Wie heeft nou de echte macht als je deze vier bekijkt? Is dat Wilders, Omtzigt, nou, je Zilkes en de BBB mevrouw niet? Voorlopig is dat Wilders, denk ik. Ja, niet Omtzigt. Ja, ook Omtzigt, omdat dat degene is, dat is de enige die de macht heeft om de stekker uit de stopcontact te trekken. Dat zal Wilders natuurlijk niet graag doen, want die is apentrots, niet waar, op deze fantastische coalitie. Ja, want je hoorde Wilders ook in dat debat een paar keer zeggen van ja, nee, ik word geen premier, want dat mag niet van meneer Omtzigt. Dat hebben ze afgesproken. Zo is het. Godzijdank. Met andere woorden, Omtzigt. Dan een of ander nog een winstpuntje. Ja, maar Omtzigt heeft zijn huid dus wel, ondanks dat hij meedoet, duur verkocht. Hij heeft er veel voor teruggekregen. Omdat iedereen vanaf het eerste moment besefte dat het zonder hem niet zou kunnen. Nee. Maar dan is dan de VVD, ja, die was sowieso de loser. Maar waarom heeft Omtzigt heeft 20 zetels gewonnen. Ja. Maar waarom de VVD heeft, dan weet ik hoeveel, verloren. Maar waarom heeft Omtzigt dan voor deze situatie gekozen en niet voor een alternatief eventueel over links? Waarom wilde hij niet over links? Ik denk ook omdat hij van mening is dat hem dat uiteindelijk meer politieke schade zou opleveren dan wanneer hij over links zou zijn gegaan. Maar denkt hij zo na? Geen idee. Je zou kunnen zeggen, hij is zo. Wij moeten nog een hele podcast met hem gaan maken. Dus dan kunnen we hem dat eens vragen. De uitnodigingen zijn de deur uit, hè? Dus maar ik denk dat ze nu wat anders aan hun kop hebben. Ja, dat zou best kunnen. Ja. Nou ja, dus ja, ik denk dat iedereen die een greintje politiek fatsoen in zijn lijf heeft, die iets begrijpt van rechtsstatelijkheid, democratie, liberalisme, natuurlijk doodongelukkig is met deze constructie. Je gaat samenwerken met een partij die zich 20 jaar lang inhoudelijk ingrijpend misdragen heeft, die de meest krakjoreme, paranoïde waanvoorstellingen uitgedragen heeft, die wetgeving heeft geproduceerd waar je, die beschamend is. Niet dat die ooit kansrijk geweest is, maar die beschamend is. Ja, en daar ze. En nou ja, en iedereen van, oh, wat doet die Wilders het geweldig, zeg. Wat een held is het toch? Nee. Ik heb dat wel ergens gehoord, maar ik had niet het idee dat dat toch het overgrote deel van de. Ja, dat maakte ik op uit de televisiekritiek, waarbij, ken ik toch wel een onvoldoende, nietwaarde reactie is van, ja, hallo. Het is een ramp dat we met die man samen moeten werken. Dank u wel, electoraat, dat gebeurd is. Ja. Bovendien weet je dus, als je het laat knallen, dat dan een not die er nog 13 zetels bij wint. Ja, hij moet het dus eigenlijk zelf verpesten. Ja. Nou, events, my dear boy, events. Dat is wat hem de nek zal breken, tenslotte. Ik hoorde nog de naam
van Rita Verdonk. En die werd daar bij Den Haag FM ook naar gevraagd. En die maakte een beetje zo'n indruk van... Ik ga niet voor mijn beurt spreken. Ze wilde een beetje de illusie wekken van misschien word ik wel gevraagd. Dat zei ook tegen mij. Je zult zien dat die Rita Verdonk ook weer opduikt in dit kabinet. Ja, dat zou toch wel een... Dat zou toch wel echt... Dan zou ze de opvolger van Rutte worden. Ja, dan misschien denkt ze bij zichzelf... Nee, niet dat ze minister-president... Dat zie ik niet zo gebeuren, maar dat ze een postje in het kabinet ambieert, ongetwijfeld. Ik vond de naam Kim Putters vond ik nog niet zo gek, maar toen dacht ik meteen... Kim Putters, kom op. Dat Kim Putters de formatieopdracht tijdelijk heeft aangenomen, vond ik technisch begrijpelijk, omdat hij voorzitter is van de Sociaal-Economische Raad. Dus als een soort van technische uitvoerder van het hele Nederlandse regeringsapparaat, zeg ik ja. Maar Kim Putters als minister-president, dat zou beschamend zijn. Want? Ik zie dat. Kim Putters is een hele linkse PvdA. Hij is 10 jaar in de Eerste Kamer, heeft gezeten voor de PvdA. Ook als directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. Een hele progressieve, heel progressief profiel had. En natuurlijk wel voorzitter van de SER geworden is. Wat in principe natuurlijk werknemers, werkgevers... Mariette Hamer was dat hiervoor, ook PvdA. Ja, omdat hij natuurlijk wel hij is een verzoener. Hij is iemand die mensen bij elkaar kan brengen. Hij heeft niets... Nou, de ideale premier. Hij is niet... Ja, maar dan... Ik weet niet, ik denk dat hij zichzelf dan toch 's ochtends niet meer in de spiegel aan kan kijken. De vraag is ook of de PvdA het laat gebeuren. Nou ja, de PvdA heeft daar uiteindelijk natuurlijk niks over te vertellen. Of Pink Kimper, dat is dat wel een niet. Nou, ze kunnen wel uit de partij gooien. Ja, dat kunnen ze doen. Maar goed, dat is dan meer een symbolische daad, toch? Ja, kijk, Omtzigt kan het natuurlijk verkopen onder de noemer. Ja, extra parlementair kabinet. Want dat roepen ze toch steeds. Daar past dit ook bij. Dit is het toonbeeld van dat we dus rechtsbeleid met een linkse voorman gaan uitvoeren. Want bij Plasterk natuurlijk ook het geval. Ik kan me niet voorstellen dat Putters bereid zal zijn om met dit akkoord in zee te gaan. Vooral natuurlijk niet op de migratieparagraaf. Dat is toch gewoon onfatsoenlijk beleid. Wat je er verder van denken mogen. Hoe Omtzigt dat voor zichzelf ervaren, weet ik ook niet precies. Maar het is gewoon onfatsoenlijk beleid. Klaar uit. En sorry, dat gaat de VVD al deze geweldige liberale twijfelaars. Waar we het over gehad hebben. Die hebben op dat punt al jaren een onfatsoenlijk beleid gevoerd. Welbewust onfatsoenlijk beleid. Dat de migratie een enorm probleem is voor Europa, dat is waar. Maar laten we er dan eindelijk eens serieus over nadenken en serieus beleid maken. Laten we eens kijken hoe dat grote akkoord over migratie uiteindelijk uitpakt in Europa. Voordat we zelf hier onze eigen crisissen gaan organiseren. Wat een beschamende vertoning, zeg. En als wij nou overlopen werden door asielzoekers, maar dat blijkt uit alle cijfers, dat bij ons helemaal niet zo is, hè. En er zijn er in andere Europese landen veel meer. Hoe belangrijk is die premier trouwens? Nou, als hij het goed doet, is hij heel belangrijk. En als hij het slecht doet, is hij ook heel belangrijk. Want dan functioneert dat kabinet niet. Dus dan wordt al vrij snel duidelijk dat ja, ongelukkig en waarschijnlijk ruzieachtig aangestuurd moet worden uit de Tweede Kamer. Als het natuurlijk een echte mannetjesputter blijkt te zijn, dan moet je even afwachten. Mannetjes Putter, dus laten we toch hopen dat het niet Kim Putters wordt. Mannetjes Putters, hè. Ik heb geen idee. Nogmaals, het is heel sterk afhankelijk van de persoon wie het is. Ja. Als het maar niet Mona Keizer wordt. Nou, dat kunnen ze doen. En dan moet er, dan, ja, dan maak je jezelf wel een beetje belachelijk natuurlijk. En eigenlijk zijn we al enige tijd bezig om ons belachelijk te maken. Want is de verkiezingsuitslag zelf is al... Ja, dat natuurlijk min of meer normaal denkende mensen in Europa zeggen, wat zullen we nou toch beleven? Ja. Wat is er mis in Nederland? Want ze wilden de VVD uit die gezamenlijke club gooien. Ja, zeker. Die mevrouw heeft gedreigd, nou ja, oké, laat dit, we moeten even afwachten wat de Europese verkiezingen gaan opleveren. Nou, die zijn de 6e, als ik het wel heb, 6 juni. Die idee. En dan moet dat nog beslist worden. Want ook die Asbani, die was er natuurlijk ook ontzettend ongelukkig over. Dat is de VVD-man die de VVD-fractie in het Europese parlement moet gaan aansturen. Vind je het terecht, hun kritiek? Ja, volkomen terecht. Ja, je weet hoe ik erover denk.
Ja, dat is in toenemende mate volgens mij in Nederland ook een minderheidsstandpunt aan het worden. Nee, daar valt bij eens mee. Die PVV, dat zijn fidele types. We normaliseren het, zeg je. Ja, het is helemaal geen partij. Laten we daar eens mee beginnen. Het is een partij zonder kader. Het is een partij zonder leden. Het is een partij zonder nationale organisatie. Het is een volkomen oncontroleerbaar eenmansbedrijf. Dat is het. En vind jij ze ook extreem rechts? Tuurlijk zijn ze extreem rechts. Ja, dat zijn ze. Het is een typische nostalgisch nationalistisch rechtse partij. Wat is het verschil tussen radicaal rechts en extreem rechts? Ik heb geen idee. Dan moet je in dit verband radicalisme laat zich al lastig definiëren. En extreem laat je. Extreem is alles niet, laten we zeggen. Je zou het dan moeten meten aan het politieke centrum. Dus dan moet je al zeggen, nou ja, het politieke centrum in Nederland, dat is een beetje sociaal-democratisch, liberaal, sociaal-democratisch. Nou ja, dat werkt. En alles, hoe verder je daarvan afwijkt, van die consensus, hoe extremer en radicaler je bent. Maar het maakt me dat niet zo verschrikkelijk veel uit. De geschiedenis van de PVV is dat die partij vanaf het moment van de oprichting radicaal rechts geweest is. Hetzelfde als de AfD dus, die er ook uitgegooid zijn. Ja, de AfD is weer een andere patiënt, omdat daar natuurlijk een heel ander verleden achter steekt. Maar de AfD is nu zelfs uit zijn fractie in het Europees Parlement gegooid vanwege zijn evidente sympathieën voor datgene wat er tussen 33 en 45 gebeurd is. Dat ook maar weer terugkomt, dat is natuurlijk ook uiteindelijk toch verbijsterend. Dat wij, ik heb het al eerder een keer gezegd, dat wij natuurlijk bij de 4e en de 5e mei ook wel die fijne praatjes hebben over nooit meer discriminatie, nooit meer uitsluiting. En dat je dan ondertussen bezig bent om een regering te vormen die geleid wordt door de partij die de afgelopen 20 jaar zich gespecialiseerd heeft in discriminatie en uitsluiting. Dat is toch wel een hele rare toestand. En als je dan ook nog zegt, oh, wat doet die Wilders het leuk, dan word je daar wel een beetje akelig van. Ja, ik begrijp best dat die niet al te conservatieve VVD'ers er ongelukkig bij voelen. Ik denk dat Omtzigt zich er ook heel ongelukkig mee. Wie voelt zich, welke normaal denkende politieke Nederlander voelt zich er niet ongelukkig bij? Een hoop van die kiezers natuurlijk, die weten gewoon niet waar ze op gestemd hebben. Gewoon een soort ja. Ik weet niet wat voor een wonderlijke reflex dat geweest is die laatste week voor die verkiezingen, maar we zitten er maar mee. Hè?